De avonturen van Michiel in quarantaine. Goeiedag meneer, waarom denkt u dat u in aanmerking komt als contactopspoorder? Omdat ik de pionier ben in ongevraagd mensen contacteren en lastige vragen stellen. Door mijn levenslange expertise heb ik trouwens een groot netwerk uitgebouwd en kan ik voor u een topteam samenstellen. Ah ja, super. U zou mij daar zwaar mee uit de nood helpen. Wouter, ik heb een team van 1200 toppers gevonden. Zal ik ze even voorstellen? Nee, dat hoeft niet, ze. Oké, ten eerste, Jodie Foster, topper in het opsporen van contacten. Dat kunnen we zien in de film Contact. Welkom. Hallo. Dag, madame. Dan, meesters in stoppen van contacten. Twee elektriciëns, die zijn elke dag bezig met stopcontacten. Welkom. Hallo. En dan, het bannen van contact is ook echt iets voor John Shepherd, de uitvinder van Bancontact. Welkom. Hallo. Dan nog twee ex-presentators van Radio Contact, Gina Lisa en Kelly Puff. Dan hebben we hier, en dan nog een paar vrouwen die veel ervaring hebben met verboden contacten, Shauna, Kelsey en Kelly. Maar die werken van thuis uit, want ja, ik heb daar een contactverbod mee. Dan in hetzelfde rijtje mensen die zeer goed zijn in het volhardend opzoeken van foute contacten. Welkom jongens. Hallo. Dan, vervolgens een paar treinconducteurs, want die doen elke dag aan contact opsporen. Goeie. Hebben we ook kinesist van de Rode Duivels, Lieve Maalschalk, want die doet niks anders dan contact opspieren. Michiel, het is opsporen. Zeg, kom maar, potato, potato. Zeg maar, heb je eigenlijk ook echte contact tracers gevonden, of... Contact tracers? Jazeker, dit is Treesje, werkte jarenlang op de klantendienst van Proximus. Welkom, contact tracer. En hier is Stoffel van Doornen, die doet racing onder contract, een contact tracer. Dat is goed genoeg, welkom in het team. En tenslotte nog twee mensen die het contact met de realiteit volledig verloren zijn. Chef Hoeibergs en Els Ampe. Voilà, dat zijn ze. Oké, super. Ja, dan kunnen we eraan beginnen, hè. Goed mensen, ik heb hier een naamlijst doorgekregen van het ziekenhuis. De eerste te contacteren besmette persoon is... Hé, Michiel? Oh ja, heb ik dat niet verteld? Michiel, die mensen hier hebben geen mondmaskers aan. Zeg, kom, wat is de kans nu dat je corona gaat krijgen? Oh, dat moet niet lukken, zeg. De avonturen van Michiel in Karel.